zijn hier bij de inleiding van de tentoonstelling Egypte en Napoleon. Nu een heel actueel onderwerp, Egypte. En het is ook nog het jaar van Napoleon. Ja, je zou bijna zeggen, het kwam prachtig uit. Ja, het zou, mag het eigenlijk maar niet zeggen. Maar het meest bijzondere is, het precies 200 jaar is geleden dat Napoleon hier in het museum kwam. Hij is hier ook geweest. Ja, in het museum. Heeft hier, nou, dit is dan de nieuwbouw, maar heeft daar rondgelopen. Hij wist dat dit een gerenommeerd wetenschappelijk instituut was. En Napoleon wilde wel eens zien wat voor onderzoek hier werd gedaan. Oké, en ik heb Huub meegenomen. Ja. Want Huub gaat volgend jaar de Napoleon spelen. Die kleine keizer. Toch ga jij er ook uitzien. Hoe groot was die? Dat was klein. Ja, ik geloof 1,58. 6 centimeter groter dan Napoleon. Dus als je die stelte uitdoet... Ja, kleine opdonder ben ik. Is dat nog zo? Nou, het verhaal is ook bekend dat toen Napoleon hier in het museum kwam... en dat hij dus de directeur aan zijn oor vatte... en hem zo naar beneden trok, zodat ze op dezelfde niveau konden communiceren... om het toch even aan te geven wie de sire was. Oh, dat vind ik een goede tip. Dan ga ik ook mijn werk doen. Even aan zijn oor trekken, even laten weten. Eventjes afdalen. Ja. Niet aankomen, hè, Huub? Nee, niet. Mag je eraan komen, eigenlijk? Nee. Waar kijken we nu naar? We kijken naar een mummie, die komt uit het Zeeuws Museum. En dit is een van de eerste mummies uit de 18e eeuw... die uit Egypte naar Nederland kwam. Het was mystiek, occult. En men wist ook dat als je een lijk mummificeerde... dan bleef dat tot de eeuwigheid bewaard. En men dacht ook dat als je dan een gemalen mummiestof... bijvoorbeeld als medicijn innam, dat je dan beter werd. Is dit een kind of een volwassen? Dat is een kind. Het is een meisje. Hij is een tijdje geleden geröntgend. En we weten nu ook dus wat erin zit. Hij zag zichzelf als een soort Alexander de Grote. En Frankrijk moest zoveel mogelijk infiltreren in Azië. En dan was Egypte de mooiste springplank. Ja. Hij is in het geheim gegaan, want hij lag al helemaal overhoop met de Engelsen. Moet je eens denken dat er dus 35.000 soldaten in 1798 vanuit Frankrijk vertrekken. En dat wil je in het geheim? Dit is een gefantaseerde afbeelding van de grote slag... waar de Fransen de Egyptenaren in de pan hakken. Want ten eerste is die Nederlandse kunstenaar is daar nooit geweest. Kent alleen de verhalen. Je kan ook zien dat hij er niet is geweest... omdat die piramides een hele rare vorm hebben. Men wist ook helemaal niet wat was. Men wist helemaal niet dat daar farao's in begraven werden. Het waren rare stenen bouwwerken. Er was niet alleen een groot kerksheer... maar hij begreep ook dat als hij naar Egypte moest, en het staat daar ook... en dan was een kiel zo ruim 160 wetenschappers mee. Ja. Dat vind ik zo bijzonder. Dat maar dat doen ze nu niet. Dan komen al heel snel de Engelsen erachter. Die denken, wat krijgen we nou, zeg? En die komen dus richting Egypte. En die verslaan binnen een hele korte tijd dat hele leger van Napoleon. Al heel snel verschijnen er natuurlijk allemaal soort propagandaboekjes. Want men wilde die nederlaag snel wegpoetsen. Ja. En Napoleon wilde zich daar toch wel geportretteerd zien als min of meer de bevrijder, de overwinner. Deze man met zeg maar de meest grote kuif op zijn helm. Ja. Napoleon. Dat is Napoleon. Dat is Napoleon. Die zichzelf ook veel te groot afbeeld. Tegenwoordig hebben we Photoshop en Napoleon deed het zo in zijn tijd. Ja. Jij gaat hem worden, hè? Volgend jaar. Januari 2012. Ik ga hem spelen, ja. Dus dit is een hele goede... goede manier om dat inkijk te krijgen in wie hij eigenlijk was. Hoe ga je hem spelen? Wat voor instrumenten gebruik jij om hem neer te zetten? Ik ga eerst heel veel over hem lezen en daarom ben ik ook hier. Dat is natuurlijk een hele grote man. Ja. Als je denkt, ik moet een veldtocht naar Egypte doen... om uiteindelijk in Azië terecht te komen, om de Engelsen de pas af te snijden. Ja. Maar dat niet alleen, dan ook nog bedenkt dat je 160 wetenschappers... 48 graveurs, 241 tekenaars, schrijvers meeneemt om dat hele land te exploreren. Ja. Dan ben je volgens mij echt een hele grote meneer, hoor. Ja.